carnaval in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Dat is altijd supergezellig. Maar wie zwaait de scepter? Wij laten je kennis maken met alle carnavalshoogheden. In de voormalige gemeente Mil, Sint-Hubert hebben we volle prinsenparen, narren, jonkers, maar ook boerenparen. Ik begreep de laatste tijd niet meer overal standaard is in het land van Kuik. Maar in de voormalige gemeente Mil, Sint-Hubert leeft daar nog volop. Daar bleek ook wel weer op, 12 november, boer Willy en boerin Mia. Want toen verschenen jullie in Wilbertoord Mia, hè? De 12e was het. Ja. Ja. Het is een bijzonder carnavalsseizoen. We hadden het er net al met jullie prinsenparen over. Vorig jaar verschenen zij. Waren jullie vorig jaar ook al gevraagd als prinspaar? Als boerenpaar? Nee. Niet? Nee. Dus het was echt een verrassing dat het dit jaar kwam. Maar hebben ze vorig jaar helemaal geen boerenpaar gevraagd, weet je niet? Nee. Nee. Ja, dat weet ik niet of ze die gevraagd hebben, maar in ieder geval ons niet. Ja. Wat altijd interessant is, hoe begint zoiets? Hoe ging die vraag, Willy? Wanneer werd ervoor gevraagd en hoe gaat dat in de praktijk, in zijn werk? Nou, ik was bij ons Nancy aan het werk, in de kapsalonneke. Ja. En toen belde Willem op. Ik heb een vraag voor jou. Willem Abe. Willem Abe, ja. Yeah. Zullen jullie boerenpaar willen worden? Nee, ja. daar had ik helemaal niet op gerekend. We hadden naar de feestjaar terug, ons 40-jarige bruiloft. Yeah. Dus ja, daar zat ik eigenlijk nog meer met mijn gedachten als mijn boerenpaar. De volgende bruiloft. Yeah. Ja. Maar goed, dan krijg je die vraag en ga je op een draf naar Mia. Nee, ik heb ze toch nog eens. Ik zou er zo met Mia over gelegd, maar ik heb het er nog wel eens over moeten denken, toch wel. Ja. En hoe viel bij jou de vraag, Mia? Boerenpaar worden? Spannend? Ja, dat vond ik wel, ja. Ja? Want ja, het uitkomen, dat denk ik dat het spannendste was. Ja. En ik wou ook niet graag hebben van tevoren heel erg met, werden bestookt met van jullie worden het of jullie worden het, want daar was prinspaar meegemaakt en dat is niet fijn om ergens te komen dan. Nee, als iedereen zegt van je bent het. Ja. Ja, want hoe ging dat toen jullie prinspaar werden, Willy? Want wanneer was dat? Dat was in 2001 zijn we uitgekomen, dus was het jaar 2001, 2002. Ja, en dat was, vond het spannender in de praktijk als boerenpaar worden toen? Ja, dat wel. Vond dat wel spannender. Ja. Want dan, met die cryptische omschrijvingen, die hadden we nou natuurlijk ook wel. Ja. Dan leefde er anders naartoe, vind ik, als naar het boerenpaar. Ja. Het was nou ook allemaal, alles is anders. En ik was er toch vrij rustig onder, terwijl ik er met de prinsenpaar niet was. Nee, maar toen werden jullie veel genoemd, Mia? Toen jullie prinsenpaar werd? Ja. En je denkt, overal waar we kwamen en vooral onze meiden. Ja. Die zaten bij vriendengroepen en die werden heel veel eigenlijk bestookt van jullie papa-man worden het, jullie papa-man worden het. Dus dat vond ik op zich niet fijn. Nee. Overal waar je kwam werden. Maar de mensen weten het uiteindelijk niet zeker natuurlijk. Nee, dat niet. Nee. Maar het is niet fijn om. Maar je denkt dat moeten we met boerenpaar niet hebben? Ja, dat dacht ik. Ja. En hoe hadden die ervoor gezorgd dat dat een verrassing was? Nou, ik heb sowieso aan Willem gevraagd om de inscripties een beetje moeilijker te maken, dat ze niet meteen. En ze zaten er ook echt naast, hè? Ja. Ja. Ja, want we hoorden net van in het vorige gesprek met het prinsenpaar en met de nar, ze hadden geen idee dat jullie het waren. Nee, absoluut niet. Dan komt zo'n avond, die 12e november. Hoe ziet zo'n avond er dan uit, Willy, voordat je dan uiteindelijk verschijnt? Want je bent dan niet in de zaal van tevoren al. Nou, we waren wel in de zaal. De carnavalsavond die begint, hè, dus wij zijn altijd aanwezig, dus nu ook. Ja. En PSV moest voetballen. Ja. En er stonden mensen bij met telefoon, die stonden dus te kijken in het voetballen. Nou, en wij zouden om 11:50 zouden uitkomen. Die wedstrijd die had tot 10:55 geduurd. Ja. Ik ben mooi bij iemand anders op de telefoon, heb ik nog staan te kijken en doen. Ja, toen ben ik gewoon rustig weggelopen. Ja. Maar ja, op de avond, het voorafgaande van boerenpaar speuren, dat hebben we natuurlijk thuis ook wel gevolgd. Hm. En dat is wel mooi om dat te zien. En, die cryptische omschrijvingen die waren nu nog wat verder weg of moeilijker. Ja. Dus wij werden ook niet zo vaak of helemaal niet genoemd.
Nou ja, we hebben toch wel de klomp mogen passen van tevoren. Ja, ja, ja. Ja. En dan was de verschijning denk ik gezelliger en feestelijker dan die uitslag van PSV. Hè? Want het was tegen AZ 1-1 geloof ik. Ja, ja. Ja, klopt. Daar werd er niet vrolijk van. Nee. Dan hadden die verschijning, Mia, dan stond er vol in de ding. En nou, dan begint nou het carnavalseizoen voor jullie. Hoe anders is dit, denk je, als toen geprinspaar werd? Nou, ik denk een stuk rustiger. Ja, ik hoef niet overal naartoe. Nee. Je bent niks verplicht. Je mag overal mee naartoe, maar je bent niks verplicht. Want wat houdt het verder precies in voor Wilbedoord als je boerenpaar bent bij de klotstekers? Het is gewoon alleen, ja, nou met foto's maken, een interview dan. Hm. Maar verder alleen op carnavalsdinsdag. Ja, dan worden in de onecht verbonden. Ja. Ja. Hoe ziet die dag eruit, Willy, boerenbruiloft in Wilbedoord? Wij worden thuis afgehaald, tenminste neem ik aan, dat is altijd nog geweest. En samen met de heigalmers. Ja. En dan is het een ronde door het dorp heen. En dan bij de kiosk hebben we een fotosessie. En dan gaan we dus naar Kouwenberg toe en daar hebben we de onechte verbinding. Ja. 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 En dan, nou jullie boerenpaar bent, hebben denk ik alle functies binnen de carnaval ongeveer gehad, denk ik, die je kunt zijn, toch? Als carnavalshoogheid. Want je bent ook ooit jeugdprins geweest? Ja. Wanneer was dat? Dat was in 76. 76. Is er nou nog een... Want een koninklijke onderscheiding hadden al gehad een aantal jaar geleden. Is er nou nog iets dat je denkt, dat moet ik ook nog? Klotzeker van het jaar is hij geweest. Klotzeker van het jaar ook? Nou ja, dan is volgens mij alles behaald wat je kunt behalen, toch? Ja, ongeveer wel, ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Hey, ik ga jullie een fantastisch carnavalseizoen toewensen. En nou ja, op die, want wat is dat? De 21 februari volgens mij, hè? Dinsdag 21 februari met carnaval. Jullie een fantastische bruiloft toewensen. En ik zou zeggen, heel veel succes en bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Dat gaat een leuke carnaval worden. Ook namens ons veel plezier. En...